Waldemar Torenstra vertolkt het verhaal van oplichting, een mislukte rechtszaak en oorlogstrauma. Oftewel het verhaal van militaire held Marco Kroon, dat deze week in de Nederlandse bioscopen verschijnt als De Vuurlinie. Maar kan regisseur Roel Reyné een meeslepende film neerzetten om de speelduur van 2 uur te verantwoorden? En is dit Nederlands staaltje drama goed genoeg geschreven om het publiek te overtuigen? Dit is onze recensie van De Vuurlinie. Blijf vooral tot het einde om te zien hoeveel sterren deze film krijgt. En geen zorgen, want deze video bevat geen spoilers. Na zijn heftige militaire dienst in Afghanistan, waar we vanwege spoilers niet te diep op ingaan, ontvangt majoor Marco Kroon de hoogste onderscheiding die Nederland kent. De militaire Willemsorde. Maar als Marco zijn pensioen als kroegbaas probeert op te pakken, wordt hij opeens ondervraagd door de politie en aangeklaagd wegens drugsbezit en wapenshandel. De media maakt zijn reputatie met de grond gelijk. En om de situatie te verergeren, krijgt hij steeds meer last van oorlogstrauma's die hem het leven zuur maken. De Vuurlinie is gesplitst in 2 verhaallijnen. Het verhaal van Marco's rechtszaak en het verhaal van zijn missies in Afghanistan. In een goede dramafilm met 2 verhaallijnen horen deze altijd parallel met elkaar te lopen en elkaar aan te vullen. Waardoor de ene verhaallijn in de 3e act van de film onthullingen bezit die tijdens het einde relevant worden. Om een recent voorbeeld te nemen, in Oppenheimer volgen we in de 3e act van de film beide het senaatverhoor van Robert Downey Jr.'s Louis Strauss en de ondervraging van Oppenheimer zelf over zijn betrekkingen met het communisme. Deze 2 verhaallijnen wisselen elkaar constant af en langzamerhand komen we erachter dat Louis Strauss achter de valse beschuldigingen van Oppenheimer zat. In De Vuurlinie is er eenzelfde situatie waarin een aantal personen in het verleden van Marco Kroon iets tegen hem lijken te hebben. Het probleem aan de 2 verhaallijnen in deze film is echter dat ze nooit met elkaar te maken hebben en dat de huidige rechtszaak van Kroon geen aanvullingen krijgt van het Afghanistan-plot en vice versa. Op personagegebied is die aanvullingen wel, maar ook zo minuscuul dat het de film er niet beter op maakt. De oorlogsactie die we te zien krijgen lijken meer op opvulling om de regiekunstjes van Roel Reyné te laten zien dan om het verhaal verder te helpen. De lijn van de rechtszaak en in Afghanistan zijn allebei interessant en ik had graag één van beide verfilmd willen zien tot een gefocust plot. Helaas slaagt scenarist Alex van Galen er niet in om de intrige te behouden en het publiek leek onrustig te worden van de trage ontwikkeling van de film. Uiteindelijk leek het alsof er simpelweg niet genoeg substantie was in het verhaal van Marco Kroon om het in een 2 uur lange film na te bootsen. Want als de aftiteling begint heb je toch niet het gevoel dat je naar een verhaal hebt gekeken die het verfilmen waard was. En ja, het leven van Marco Kroon is verschrikkelijk heftig geweest. Iedereen hoort respect te hebben voor deze man. Maar niet elk waagbaar verhaal, in het bijzonder deze rechtszaak, bezit de nodige karakterontwikkeling en conflict om vertolkt te worden in een film. In tegenstelling tot de focus van deze film was de situatie in Afghanistan het meest interessant. En we hadden net zoals in Guy Ritchie's The Covenant een beter verhaal gehad als we alleen Kroon's missie in het Verre Oosten hadden gevolgd. Als tip geven we mee om na de film het verhaal over het gevangenschap van Marco Kroon te googlen. En dan zul je zien hoeveel potentie en diepgang er in die verhaallijn alleen al zat. Om af te sluiten heeft De Vuurlinie wel een aantal sterke scènes. En de goed geschreven en geacteerde karaktertrekjes die Waldemar Torenstra tot het beeld brengt voelen puur en realistisch. Waardoor je op sommige momenten veel sympathie en respect voelt voor Marco Kroon. De rest van de personages zijn simpel neergezet en vallen 2D te noemen. Hoewel het acteerwerk van Sally Harmsen beter verdient, voegt haar personage alleen inconsistentie en verwarrende signalen toe in haar relatie met Marco. Wat hun relatie oninteressant maakt. Na ook nog een aantal montage- en regiefoutjes, bijvoorbeeld veel totaalshots waarin acteurs wel of niet praten, maar het tegenovergestelde te horen is, realiseer je dat De Vuurlinie een matige film is. Van ons krijgt hij dus ook een lage 1,5 ster en het intrigerende levensverhaal van Marco Kroon is vooralsnog niet in alle potentie verteld. Wat vond jij van De Vuurlinie? Kijk hier vooral onze recensie van The Nun 2 en Virgin River Season 5. Tot de volgende video.